Nederland is ongeveer de helft van alle vrouwen niet financieel onafhankelijk. Economisch niet zelfstandige vrouwen hebben meestal een uitkering of een baan die te weinig inkomen oplevert om van te leven. En ook komt het voor dat ze helemaal geen eigen inkomen hebben. Cathy Lollia schreef een aantal jaar geleden het boek Voel je vrij. Dat ging onder meer over haar persoonlijke inspanning om financieel onafhankelijk te worden. Goedemiddag, Cathy. Ja, inderdaad. Ja, Schrik jij ervan dat in Nederland ongeveer 50% van de vrouwen eigenlijk niet genoeg geld verdient om van te kunnen leven? Nee, ik schrik er niet van, want dat is een situatie die al lang gaande is. En dat heeft ook mee te maken met het verleden, met hoe de mensen met elkaar omgaan, hoe vrouwen en mannen met elkaar omgaan, hoe de maatschappij kijkt naar de mensen. Dus ik ben niet verbaasd, maar ik vind wel, tenminste, dat was 50% tot nu toe en nu sinds 2020 is het 60%. Dus je kan wel zeggen dat er een verbetering is inmiddels. 65 zelf. En bij de mannen is het 80%. Dus op zich is er wel iets dat gebeurt, waardoor we kunnen zeggen, nou, er is een verbetering die komt. Ja, het wordt ook vaak gezegd dat het ermee te maken heeft dat we in Nederland ongeveer kampioen zijn in deeltijd werken. En heel veel vrouwen zijn daar ook wel erg blij mee dat dat kan. In die zin moet je dan ook niet zeggen, ja, dat is ook eigenlijk fijn dat dat mogelijk is. Nou ja, het is zeker fijn dat het kan. Ik bedoel, ik kom vanuit Frankrijk en dan kan het meestal niet. Dus vrouwen moeten keuzes maken en meestal gaan ze gewoon 40 uur werken. Ja. En in Nederland kan het wel. Het enige nadeel is natuurlijk dat het moet niet doorgezet worden op het moment dat kinderen weer naar school gaan. Want ik snap ook dat de eerste jaren, die zijn best duur. Ik heb het ook meegemaakt, hè, met de opvang. Maar op een gegeven moment dan gaan ze naar school, die kinderen. En het is wel goed om dan op dat moment te gaan kijken van, ja, kan ik bijdragen in het gezin? Ja, want waarom is het eigenlijk belangrijk dat vrouwen financieel onafhankelijk zijn? Nou, ik zou zeggen, het eerste is dat er 40% van de relaties gewoon stranden. Dus sowieso als je getrouwd bent en ja, je gaat uit elkaar, je moet op je benen kunnen staan. Dat begint daarmee. Daarnaast zijn er ook kinderen en de kinderen die hebben voorbeelden nodig. Dus als je alleen maar een voorbeeld ziet van een vrouw die dus liefst niet gaat werken, dan zullen ze ook denken dat dit normaal is. Dus naarmate we blijven hetzelfde doen, dan geven we ook een voorbeeld. En vrouwen die eigenlijk gaan werken, die hebben ook heel veel mooie verhalen te vertellen. Heel veel ervaringen maken ze mee. En die kunnen ze ook nog meenemen in de opvoeding. En dat is natuurlijk zeker in nu met corona. De toekomst is heel onzeker. Dus het is wel belangrijk om daaraan te denken. Want er zijn ook veel mannen die verliezen hun baan op dit moment. Dat betekent dus wel dat er moet een soort evenwicht terugkomen. Maar vind jij ook, want dat is een discussie die natuurlijk best af en toe gevoerd wordt en ook wel hoog oploopt, dat sommige vrouwen toch echt wel even een duwtje in die richting nodig hebben? Dat klopt. Want vrouwen die zitten voornamelijk veel meer met hun gevoelens. Hè? Dat is, kan ik het, moet ik het, en is het goed, en wat gaat de familie zeggen. Dus we zitten heel veel in ons hoofd. En daardoor is het gewoon heel moeilijk om de stap te maken, meestal. Ja. Maar als de omgeving positief daarin staat, dan wordt het veel makkelijker. Dus bijvoorbeeld als de man echt negatief tegenover is, dan wordt het heel lastig voor de vrouw om de keuze te maken. En gebeurt dat vaak, denk je? Dan komen we naar conflicten. Dat gebeurt wel. Want ik heb wel vrouwen leren kennen die inderdaad niet konden kiezen om te gaan werken. Dus het gebeurt ook wel. En dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Het is niet alleen de vrouw wil het niet. Dat is ook soms dat gewoon in de relatie wordt het niet toegelaten of toegestaan of goed gezien. Of het liefste, de kinderen hebben jou nodig. Waar ga je? Ja. Dus dat is wel iets dat er meespeelt. Ja, noemde je het zelf ook al net even, heel kort, de kinderopvang. Hè? Nou, dan wordt er tijdens de verkiezingstijd door een aantal partijen, vooral linkse partijen, opgeroepen om gratis kinderopvang te regelen in Nederland. Dat zou de arbeidsparticipatie van vrouwen verhogen. Zou jij daarvoor zijn? Ja, zeker.
Zeker, dat zou zeker ook helpen. Want zelf in mijn geval, ik was aan het werken. Ik betaalde echt gewoon superveel geld. En ik dacht echt van, dit is gewoon onzin. Want eigenlijk, ik wil gewoon werken. Ik moet ook gewoon werken. Maar aan de andere kant ben ik bijna 1000 euro kwijt per maand. Dat is niet logisch. Dus als er een ander systeem zou ontstaan. Ik geef bijvoorbeeld, in Frankrijk, het voorbeeld van Frankrijk, dat is dat er wel 10% genomen van de inkomsten. Dus als een kind gaat naar de opvang, simpel, 10% van je salaris gaat gewoon daar naartoe. Van het gezin, van de man alleen of van de vrouw alleen of van beide. En ik denk dat het wel een betere oplossing zou zijn, want 10% is dan nog te overzien. En op die manier dan zijn de vrouwen meer geneerd om te kunnen gaan werken. En de mannen kunnen dat ook veel makkelijker accepteren, denk ik. Goed, economische zelfstandigheid van vrouwen. Wat raad jij vrouwen nou aan die nu nog in de positie zitten dat ze van de uitkering afhankelijk zijn of afhankelijk zijn van het inkomen van hun partner? Wat moeten ze doen? Vooral, ze moeten niet betreuren. Hè? Dat is gewoon zo. En dat mag er ook zo zijn. Het enige, ze moeten wel gaan denken. Gewoon even nadenken van, wat wil ik voor mij, voor in de toekomst, voor als er iets gebeurt, wat zou ik kunnen doen? En beginnen te zoeken. Beginnen te gaan kijken van, als ik hou van, weet ik veel, schilderen, hoe kan ik dat voor mekaar krijgen, dat ik toch maar geld op een moment mee kan verdienen? Gaan kijken naar online, er zijn heel veel mogelijkheden online om ook geld te verdienen. Er zijn heel veel mogelijkheden om te gaan werken eigenlijk. Dus langzaam opbouwen en zeker langzaam opgewoond ten opzichte van het kind. En als het kind weer naar school gaat, dan wil je zeggen van, nu ga ik gewoon voorop tijd werken. Of in ieder geval 4 dagen, mijn man 4 dagen. Nou, zijn er 2 dagen waar het kind of de kinderen met ons kunnen blijven, dan hoeven ze niet naar de opvang. Dus er zijn heel veel mogelijkheden, ook voor vrouwen. Maar ze moeten gewoon erover denken en erover gaan praten. Ja, denken en praten erover. Heel goed. Kitty Lolia, heel erg bedankt. Ja.